Gezellig. Welkom, welkom. Ik ben jarig. Ik ben officieel 32. Echt waar. Mensen geloven het niet, maar het is echt waar. En welkom allemaal. We gaan gewoon straks mijn verjaardag vieren in Animal Crossing. Dank jullie wel. Kijk, ik heb lekker taart. Het ziet er wat minder charmant uit, maar... Ik ben niet zo goed in het snijden van taart. Nom 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 nom. Lekker lekker. Zo, hoe is jullie 30 september, jongens? Oh, die ik vandaag plaatste. Ja, ik zag hem niet aankomen in eerste instantie. Ik had ook totaal niet verwacht dat ik die rate zou krijgen. Want zeg maar, Daniel Lippens doet natuurlijk elke zondag een talkshow. En ik kijk regelmatig. En dan kiest hij vaak iemand uit met weinig kijkcijfers. Om echt zeg maar dat shock effect te creëren. En ik zat ergens tussen de 20 en de 30 kijkcijfers op dat moment. Maar ik hoorde dus later van Jill dat hij ook heel graag naar verjaardagstreams gaat. En Jill zei op een gegeven moment in de chat: Kim, wacht even. Toen dacht ik, nee, hij komt niet naar mij. En toen kom je toch naar mij. Dus toen kreeg ik een rate van 1121 mensen. Ik heb ook zo'n achievement gehaald van er kijken 1000 mensen of meer. Waarvan ik echt had verwacht, die ga ik nooit halen. Maar die heb ik gewoon gehaald. En toen heb ik het teruggekeken. En toen was het zeg maar, we gaan iemand raiden die net als ik het syndroom heeft. Dat je bent 32, maar je ziet eruit als 19. Dus van Forever 22 heb ik nu het 19 syndroom. En de taart smaakt goed. En de 30 september van Bram is heel erg 30 september. Annette zegt, het is weer eens wat anders dan Forever 22. Ja, ik word alleen maar jonger. Ik lijk wel Benjamin Button. Van iemand die laatst zei, ja, ik schat je 24, 25 naar Forever 22, naar het syndroom van 19. Dat is, we gaan de andere kant op. Ik werd trouwens net gebeld door de manager. Ja, wanneer kan je werken in de herfstvakantie? Ik denk, oké. Volgens mij weten ze niet dat ik jarig ben. Maar ik ga ook niet zeggen aan de telefoon, hey, ik ben jarig. Moet morgen werken, dan trakteer ik wel. Zeker Bram, zeker een goed compliment. De hele dag 32 zwetende kinderen in de klas. Oh, arme Tess. Sowieso, 32. Ik zat vroeger in klassen van 24. Annette zegt, jij gaat je leven gewoon opnieuw leven. Nou, dat zou wel een superkracht zijn. Ik weet niet of ik onsterfelijk zou willen zijn. Dat lijkt mij niks, want je ziet iedereen om je heen doodgaan. Tony heeft maar 4 klasgenoten, oké. Dat is een compleet andere kant. Mr. Kroephoek heeft klassen van 18. Ja, ik zou niet onsterfelijk willen zijn. Dingen opnieuw willen leven. Bijvoorbeeld dingen die heel tof waren opnieuw willen leven. Of mensen die er niet meer zijn, dat je die weer kan zien. Of dingen waarvan je dacht, ik had een andere beslissing moeten maken. Dat dan opnieuw beleven en dan die andere beslissing maken, zeg maar. Annette, haar kleinste klas was 6. Maar ja, dus jij had natuurlijk ook speciaal onderwijs. Of zat je wel regulier onderwijs? Want ik had inderdaad ook... Ik heb natuurlijk stage gelopen op speciaal onderwijs. En toen hadden we klassen van 12. Maar tegenwoordig basisschoolklassen zitten echt volgepropt. Terwijl die lokalen zijn even groot. Welke school ik stage liep? In Amsterdam, de Professor Burgerschool. En in Haarlem, de Van Gielse School. Dat zijn scholen voor doof en slechthorend. Nee, niet doof, slechthorend. Slechthorend. De taalgebruik was Nederlands met gebaren. Maar in Amsterdam zat daarnaast wel een doofschool. Dus dat was echt... De gebarentaal was de voertaal. Die van 18 was regulier en 6 inderdaad speciaal. Dan is 18 ook klein. Wij zijn van ongeveer even oud. Ja, mijn zusje had trouwens ook een... Dat was de enige klas in mijn hele school. Die had er ook echt iets van 11 of 12 of zo. En die moesten toen de musical samen met groep 7 doen. Vond mijn zusje absoluut niet oké. Ze had iets van, jullie mogen volgend jaar ook weer. Dit is ons moment, wij zijn groep 8. Oh, mbo niveau 1. Ah, oké. Ja, mbo is natuurlijk anders. Maar als je echt kijkt naar basisschool, middelbare school, dan is het volst. Ook met overblijf trouwens. Ik doe wel eens overblijfdiensten. En ik was één van de weinigen altijd in mijn klas. En we hadden, wat was het, een stuk of 20 kinderen van de hele school. En nu heb ik soms een stuk of 20 kinderen per klas met overblijftaartje. Lekker op. Dat is het eerste taartje voor vandaag. Lekker aarbeien met, wat is het, bosbessen of zo, wat ze erop hebben. Ja, vanavond komt mijn zusje eten. En we hebben natuurlijk taart als toetje. En sommigen weten nog wel dat ik het eerste jaar in dit huis met een huisgenoot heb gewoond. Die is vandaag ook jarig, die is vandaag 30 geworden. Dan ga ik vanavond ook nog een taartje eten. Lekker feest. Wat is Omri nou weer aan het doen? Je laat de ballon helen, hè? Ja. In Discord was het trouwens nog een grappig liedje achtergelaten. Eerst was Boy was gaan zingen. Toen kwam er ook nog dit. Ik zeg alvast sorry voor je oren, Kim. Wij wensen jou een gelukkige verjaardag. We hebben keiveel cadeautjes voor je bij. We brengen 1000 ballonnen. Ja, het feest is begonnen. En de ster van de avond, dat ben jij. Boy
had eerst gewoon helemaal een verjaardagsliedje ingezongen. En toen heeft Cake Browser er eens een hele bijzondere mix ervan gemaakt. Ja, we gaan dus zo meteen mijn verjaardag vieren in Animal Crossing. En ik heb deze week 3 sterren gehaald. Dus ik kan voor het eerst ook gaan terraformen. En ik wil dus een pleintje bij het stadhuis groter gaan maken. Ik heb heel lang nooit iets van verjaardagsevenementen gezien. Totdat Tony eerder dit jaar zijn verjaardagstream deed. Nou weet ik dus inmiddels dat je wordt opgehaald door een villager. Ik ben heel benieuwd welke villager. Er zitten natuurlijk ook wat villagers bij waarvan ik denk, nou, die mogen ook alweer weg. Ik heb maandag, nadat ik Dagmar naar het station had gebracht, op de bank lekker Animal Crossing gespeeld. Toen was Isabelle wilde eerst bloemen. Nou, toen ging ik bloemen planten. Toen wilde ze fruitbomen, toen ging ik fruitbomen planten. Toen wilde ze weer bloemen. Ik denk, make up your mind, kies iets. En op een gegeven moment had ik 3 sterren. En toen is dinsdag KK Slider gaan zingen. En toen kon ik terraformen. Ik heb gisteren niet gespeeld. En ik moet dus wel even wat Noekmaals erbij verdienen. Om dus al die dingen vrij te spelen. Want ik heb nu... Wat is het? 1-1 tegel. Kunnen we nu doen. We kunnen nog geen heuvels maken. We kunnen geen water maken. Maar we kunnen wel 1 soort tegel kunnen we doen. Oh, en custom tegels gedaan. Want ik ga zo meteen dus even custom tegels downloaden. Omdat ik het plein groot wil maken. Hallo allemaal. Het is donderdag 30 september. Woep woep, hoe is je dag? Prima. Het is vandaag de verjaardag van onze lokale superster. Kijk, ik ben een lokale superster. Gefeliciteerd, dankjewel Slinky Killer Fan. Dat was het voor vandaag. Maak er een mooie dag van. Oké, geen andere info. Ik had wel eergisteren een kampeerder. Oh, het is kat. Dat vind ik een beetje jammer. Daar ben je, Kim. Kom snel met me mee. Vragen mag je later stellen. Yo, kom. Ja, ik had eergisteren een of andere groenigheid in mijn kampeerplek. Ik denk, die laat ik staan. Oh, ik denk, ik moet achter hem aanlopen. Maar we gaan zijn huisje in. Ik had liever het huisje van Daisy gehad of zo. Daisy heeft een veel schattiger huisje. En Linia heeft zin in een verkleedpartijtje. Gaan we zo doen. Gefeliciteerd. Oh, kijk, kat met dat jurkje aan. Is kat niet een mannetje? Of is kat een vrouwtje? Zo, wat denk je ervan? We hadden gehoord dat je vandaag jarig was. Bent. Ik ben het nog steeds. En wilden een feestje geven. Ben je klaar voor dat ultieme verjaardagsgevoel? Ga naar de taart toe en blaas de kaarsjes uit met A. Is kat een vrouwtje? Oh, oké. Okay. Oké. Okay. Yay. Ja, die doe ik niet meer, confetti. Het is goed zo. Pak aan, kaarsjes. Ben je klaar voor je cadeau? Zo zie je er wel uit, joh. Ik heb dit voor je gekocht. Ik weet niet of het je ding is, maar nou ja, alsjeblieft. Ik zeg het gewoon weer. Gefeliciteerd, Kim. Kat is namelijk een sisterly, als ik het mij goed herinner. Oh, oké. Okay. Wacht maar tot je ziet wat het is. Oké, dan. Dit feestje is nog niet voorbij. Wat dacht je van een spelletje? Oeh. Dankjewel, Marlena. Momentje hoor. Ik ga even de boel opzetten. Oké. Okay. Tada. Moet je kijken, joh. We hebben een piñata gemaakt. Oké, we kunnen. De piñata was een groepsproject. Ik ben heel erg blij met het resultaat. Je cadeau zit erin, dus geef de piñata maar een paar flinke meppen met dat ding. Weet je dat ik dat nog nooit heb gedaan in het echt? En dat het me echt leuk lijkt om een keer te doen? Maar dan moet er wel ook echt snoep in zitten, hè? Oké. Okay. Ik heb niet opgelet. Wat is mijn cadeau? Een verjaardagstafel. Oh. Klaar, Kim. Je moet snel en hard toeslaan. Ga onder de piñata staan. Oké. Okay. Een piñata verniel je door simpelweg zo snel en hard mogelijk te slaan. Ik word toch normaal dan... Dan word je toch geblinddoekt? Oké, okay, als ik het startsein geef, druk je als een gek. Oh god. Op A. Laat je gewoon helemaal gaan. Op je plaats. Klaar. Meppen maar. Nou, oké, okay, daar gaan we. Bam, 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 bam. Hoppatee. Geen genade. Maar hij is wel heel mooi. Het is ook een beetje zonde. Het is wel een hele mooie piñata. Jeetje, mensen, hoeveel moet klikken? Ja, daar gaat hij. Cupcakes! Verjaardagscupcake. Kijk.
goede keuze, Animal Crossing. Cupcakes. Deze verjaardag cupcakes zijn echt heerlijk. Wat veel zeg, maar als je al vol zit, kun je ze altijd delen. Oh ja, ik snap de hint. Niet slecht, hè? Iedereen heeft meegeholpen om jouw verjaardag helemaal top te maken. Goed, dat waren de formaliteiten. Dan is het nu tijd om te feesten. Kijk, ze dansen. Ik kan niet dansen, volgens mij. Zwaaien. Weigeren. Groeten. Blijdschap. Lachen. Applaudisseren. Opgeven. Nou zeg ik 32, ben ik 80. Foto's maken. Ik vind het ook heel gek, 32. Ik voel me niet 32. Ik kan wel dit. Beetje twerkachtig dansje. Je verjaardagsfeestje is top. Ik kan niet wachten om het volgend jaar weer te doen. Nee, Sharon ook al niet. Die begon ook al over volgend jaar. Ik hoop dat we elk jaar een feest kunnen organiseren. Dat zou wel heel leuk zijn. Ja. Ik wilde met Sheldon praten. Die bril! Jij bent vandaag de sterspeler. Je mag jezelf... Ik klikte te snel door. Ik ga ervoor zorgen dat ik ontzettend opval wanneer ik jarig ben. Nou, je valt nu al op. En ik heb iets gehaald. Kijk, met de buren praten. Zo. Oh, nog iets. Ik heb nog iets gehaald. Waar? Daar. Een verjaardagscadeautje. Kijk, 30 september. Hé, 2000 in één keer. De feestelijke jarige Job of Jet. Ja, dat gaan we even aanpassen natuurlijk. Bewerken. Mijn titel. De... feestelijke. Dit mag wel wat sneller. Jarige Jet. Zo. Ga je nu al weg? Prima. Nou zeg, het is mijn feestje. Thanks King Browser, ik heb net nog je liedje afgespeeld. Vandaag was echt top. Waar word ik nu gedropt? Voor Katsenhuis, oké. Gefeliciteerd! Het is altijd leuk om je verjaardag te vieren met lekkere taart en goede vrienden. Ja, was een lekker nummertje. Oh, nu word ik weer bij mijn eigen huisje gedropt. Ik heb post. Van mama. Je herinnert je vast niet meer, maar op deze dag zag je het levenslicht. Ik ben 's avonds laat geboren, er was weinig licht. Altijd al een avondmens geweest. Nou, die bewaren we wel. En ik heb een boek. Die had ik besteld. Wat heb ik van mama gekregen? Heb ik maar 6 cupcakes, maar ik heb 8 villagers. Dat is ook niet lief. Mama's zelfgebakken taart. Oh. Even kijken of we nog een leuke outfit kunnen doen. Leuke feestelijke outfit. Zo. Lukt het, Omri? Zo. Een houten kledingkast. Ik wil me omkleden. Die zet allemaal uit. Oh, die zit in mijn zak. De nummers hangen verkeerd om. Ja, ging dat maar zo makkelijk. Even kijken, wat hebben we voor leuke dingetjes? Ik kan natuurlijk ook nog even kijken in de kledingwinkel. Misschien hebben ze daar ook wat feestelijks. Ze kunnen helemaal voor zoiets gaan. Dit is van de carnaval nog. Dit vind ik wel heel heftig. En die... Deze is wel paars, hè? Die vind ik ook schattig. Maar die draag ik ook wat standaard. Annette gaat er vandoor. Tijd om te sporten. Veel plezier, Annette. Hier. Nee, niet die. Met hartjes. En dan moeten er nog schoentjes eronder. Oh, kapotte bril. Oké. Heb ik iets wat er eigenlijk onder kan? Deze.
Wil ik nog een tasje om? Nee, we doen het tasje maar af. Oké. Face look up, Bianca! Er is er een jarig hoera hoera. Kim Pulhart. Dankjewel voor je bitjes en voor je felicitatie. En voordat ik het vergeet, gaan we ook nog even draaien. Want Linnea heeft verkleedpartijtje gekocht. De bloemenkrans. Kijk, vinden we niet erg. Oh, daar hangt van alles aan. Ik hoef er maar één. Ik hoef er maar één ding. Er is maar één keer gekocht. Ja, nog een plek waarop je kan feliciteren. Ja, ik vond het wel echt grappig, die discussie op een gegeven moment. Oh, hier is Kim ook jarig. Alsof het in een andere server opeens een andere datum is. Nou weet ik wel dat Rosie misschien aan tijdreizen doet, soms met Animal Crossing, maar... Oké. Nou, ik heb nu even dit als outfit. We kunnen ook nog even naar de kledingwinkel kijken of we daar nog iets leuks vinden. En ik moet natuurlijk even mijn telefoon erbij pakken. En even... de app erbij pakken. Want dan ga ik natuurlijk alles weer lekker bijhouden. Oh, wat doet hij gek. Zo. Ben eigenlijk wel aan het werk, hè. Maar dit is mijn laatste stream als modje. Ja! Moet ik straks mijn modcommand aanpassen? Oh, ik moet trouwens wel even... Ligt hier flessenpost? Nee, er ligt hier geen flessenpost. Ik heb het altijd heel erg graag gedaan en dankjewel voor de felicitatie. Jou er veel zin in. En kijken blijf ik natuurlijk. Ja, je krijgt straks VIP-rolletje. Verjaardagscadeautje dan, hè, VIP-rol. Oeh, wat is dit? That looks pretty. Een luxe kimono rek. Hallo, 220.000. Jeetje, Mina, ik wou zeggen, is je van goud? Maar ik zie inderdaad wel goud bij die dingen. Ik heb het geld wel, dus ik ga denk ik straks wel gewoon kopen. Ja, ik vind hem ook mooi. Maar kanonnen wat duur inderdaad. Ten eerste, wat is jullie knollenprijs? Want ik heb nog steeds knollen. Nee! Pff. 68, daar doen we het niet voor. Tot ziens. Thanks, but no thanks. Ja, hij is echt duur. Maar ik vind hem wel heel tof. Ik denk wel dat ik hem ga halen. Ik heb ook een paar keer mijn knollen voor heel veel geld kunnen verkopen. Dus dan mag het ook wel. Flessenpost. Flessenpost. Hé, mooi gevonden. Kijken of we hier nog wat leuks hebben. En de kroon! Die is ook duur, weet ik. Ik denk dat ik zo even flink mijn geld moet gaan pinnen. Kijk. En een verjaardagscadeautje van Sable. Dankjewel. Ja, ik wil de paskamer gebruiken. Oh, ik heb nog kleerbommen in mijn zak. Motteam. Slinky, het is motteam. Kijk, hebben we hier nog iets leuks? Zit er een echo in mijn geluid? Zo. Zo beter? $1,200,000. Oh, duur. That's right. Evelien, dankjewel voor je subje. En dan is hij eigenlijk ook nog best lelijk. Die kroon. Ja, ik weet dat je ook een hele toffe hebt. Ik kan die kleermakersbon natuurlijk niet hiervoor gebruiken. Dat is dan weer een beetje jammer. Ik weet, je hebt ook een meer een schattigere tiara. Maar die heb ik dus nog niet in mijn winkel gehad.
Ik weet niet. Ik vind deze schoentjes leuker dan deze eronder. Ik hou denk ik gewoon wat ik heb. Ik hoef niet nu iets te kopen. Het is goed zo. Volgens mij staat het geluid nu heel hard. Zoiets. Als het geluid harder of zachter moet je het even zeggen. Oh, ik moet trouwens terug. Nee, terug naar binnen. Ik vergeet iets. Kat kwam mij ophalen. Ik had liever Daisy of zo gehad. Daisy heeft een veel schattiger huisje. Oké. Okay. Ik ga voor het eerst naar dit ding. Het op gebruiken. Bezig met opslaan. Druk niet op. Nee, dat doen we niet. Dus die heeft je het vergeven dat je die met een net hebt gemapt. Ik mag het hopen. Even kijken. Ik moet even naar de server van Tony. Want Tony heeft dus een keer op stream een heel tof plein gemaakt. Waarvan ik dacht, oeh, die vind ik eigenlijk heel cool. En een dag later had hij het alweer gesloopt. Welke code is dit? Ja, MA. 4. 8. 3, 3. 3, 9, 0, 9. 3, 4, 8, 6. As usual, ja. Kijk, deze waren het toch? Hoe heet het? Er staat geen naam bij. Of waren het die ander? Oh, ik weet niet meer welke die gebruikt heeft. Het zijn volgens mij niet deze, want deze zijn schuin. Zijn het deze? Oh, nee, deze. Ik zie het al. Ik herken het al. Opslaan. Ja, wil ik vervangen. Nee, het zijn andere. Zijn het niet deze? Of heb je streamvertraging? Ja, nu zit ik goed. Oké. Okay. Ga ik ze even allemaal opslaan. Ik moet alleen... Er zit er eentje bij met een pixeltje. Die wil ik dan niet. Want ik wil niet dat je de tegels van eronder er doorheen ziet. Dus moet ik even opletten dat ik die niet pak. En ik ga straks even de volgorde veranderen. Dan vind ik even wat makkelijker met bouwen. Oh, ik vind het zo leuk. Eindelijk terraformen, jongens. Ik speel het al sinds juli nu. Ja, ik speel het al sinds 4 december. Maar ik ben dus in juli opnieuw begonnen. En heel rustig aangedaan. En toen dacht ik vorige week, ja, ik wil eigenlijk, als ik dan toch Animal Crossing ga vieren op mijn verjaardag. Of Animal Crossing ga spelen op mijn verjaardag op stream. Dan zou het ook wel tof zijn als ik dan ook meteen mijn eiland een beetje kan aankleden. Dus dan heb ik de afgelopen tijd toch wel even wat meer bloemetjes geplant dan ik in eerste instantie van plan was. Zo. Dan even kijken hoor. Die kant nog. Woep, woep, woep. En de trap. En dan heb ik ze allemaal, hè, want dit is wat anders. En die laatste heeft een pixelvakje. En even kijken voor of ik voor de rest iets zie. Nee, is klaar. Het is klaar. Oh, ik
word zo moe van die... Als je elke keer... Ja, ja, nee. Het zal allemaal wel. Het zal allemaal wel. Ja, het zal allemaal wel. Ja, het zal allemaal wel. Ja. Laat mij... Ja, dankjewel. Even kijken. Linksboven. Die gaan we... met welke knop was dat? Die. Van plek ruilen met die. En linksonder. Van plek ruilen met die. Oh nee, niet. Die. Van plek ruilen met die. Zo. Verkeerde knop. Die. Van plek ruilen met die. Ken je zo'n puzzeltje waar dan één stukje mist en dan moet je zo schuiven? Zo voelt dit op dit moment. Zo'n denkpuzzel. Ik doe dit graag zo, want dan... Ik vind het gewoon makkelijker met bouwen als het al op de goede plek staat. Nee, ik wil hem niet dragen. Dat lijkt me heel gek. Zo, en dan... Komt hij gewoon lekker daarboven. Hoi Menno, welkom. Kijk, nou het plein hier. Bedankt en tot ziens. Ja, ik weet wel dat ik niet genoeg geld heb voor de kroon. Dus die moet ik gewoon loslaten. Ik heb wel genoeg geld voor die kimono. Oh. Oh ja, het is zaterdag. Dit is de eerste keer. Moet ik even wennen. Je zit alleen nog steeds gigantisch in de weg. Dat heb ik dan weer niet gemist. Maar het is nog geen 6 uur, dus dat gaat hem niet worden. Oké. Okay. Extra maals erbij. Kies uit de volgende dingen. Even kijken, hebben we nog wat leuks? Nee... En die heb ik al. Hey Sharon, welkom. Dan de klingelautomaat. En dit keer ga ik geld afhalen in plaats van... zo, storten. Kan ik straks dat ding kopen? Zaterdag, het is... Oh ja! Goedemorgen! Ik zit helemaal in de weekend vibe. Ik moet morgen nog werken, maar ik heb nu al 2 dagen vrij. En normaal gesproken ben ik vrijdag en zaterdag vrij. Het is donderdag. Die is er omdat je kunt gaan terraformen of omdat je jarig bent. De terraformen heb ik dus eergisteren al gedaan. Dus dan is het een verjaardagslied. Ja, mijn geheugen gaat nu al achteruit, Bianca. Een jaartje ouder, het gaat nu al niet goed. Even kijken, kan ik iets... Een keien laten we... Die plankjes even erbij doen. Wissel maar in. Ik word een jaartje ouder, dan krijg je dat, je echte. Oh, ik ging ervan uit dat ze aan tijdreis was. Ik doe niet aan tijdreizen. Ik heb heel even getwijfeld, omdat ik bij Jill was. Die had vorige maand een barbecue voor de moderators. En Jill heeft die... ik heb speciaal voor je verjaardag een advertentie gekregen. Dankjewel. Maar Jill heeft voor haar verjaardag van die muntjes gekregen met die villagers. Die je niet kan tegenkomen met hunten. En er zit er eentje bij, Marty. Die wil ik ook op mijn eiland hebben. Maar ik had mijn kampeerplek nog niet geplaatst. Dus ik kon geen villager scannen. En toen heb ik heel even getwijfeld. Ga ik tijdreizen of niet? Dat heb ik toch niet gedaan. Maar ik zag laatst bij Rosie dat ze dus weer leverbaar zijn. Dus ik wil even kijken of ik ze zelf kan kopen. Oh, ik moet eerst met hem praten. Je bent er! Vandaag ben jij het stralende middelpunt. Oké, wil je mijn lied horen? Absoluut. Het zou ook wat zijn als je nu zegt, liever een andere keer. Neem plaats, dan begint het optreden. Omri, wat ben jij aan het doen? Dit verjaardagsnummer draag ik op aan Kim. Relax, relax lekker bij. Fijne verjaardag.
Gaan we allemaal weer staan. Van haar, oh, van harte Kim, ik wens je een verjaardag vol blijdschap. Ik kan niemand anders bedenken die het zo verdient als jij. Van jouw glimlach word ik altijd vrolijk. Je flirt het leven op het eiland op. Ah, oh, van Sky. Dat is wat 32 jaar met je doet. Moet ik zelf klikken voor de volgende? Nee. Oh, morgen weer een. Kim, de superjarige. Hoe vaker je gefeliciteerd wordt op je verjaardag, des te meer geluk het brengt. Hey! Dus gefeliciteerd. Vol. Gefeliciteerd, Doc. Beste Kim, gefeliciteerd met je verjaardag. Je hebt ons altijd zo goed geholpen met van alles. Ik hoop dat we je het komende jaar ook weer zo vaak zien bij Noekshoek. Tot gauw, van Timmy. Beste Kim, al had ik het vandaag graag met je gevierd, ik heb nu wel de kans om gebruik te maken van de uitermate moderne postdienst van Dodo Airlines om je te feliciteren. Dodo Airlines, sneller dan waggelen. Van Orville. Verjaardag. Oh, ik vind dit echt leuk. Wat doet Animal Crossing dat leuk? Gefeliciteerd met je verkaarsdag. Oh. Je weet wel die dag dat je al die kaarsjes moet uitblazen. Check je zakken als je een kakelverse opname van dit optreden wil vinden. Kim van harte. Met heel mijn hart zeg ik van harte ook namens de muziek. Zij gaan meteen weer zitten. Dat vind ik wel heel cute. Oh, geldboom. Daar ben ik heel blij mee. Dan hoef ik niet de moeite te doen. Woehoe! Ik wil... 10. 20. 30. Oh, laten we symbolisch doen. Ik doe eigenlijk altijd 30. Zo, die erbij. En dan wil ik er nog één. 32k. Begraven. Ellie is cute, ja. Zo. Gaan we weer het verjaardagslied in stoppen. Oh, het ziet er ook heel leuk uit. Krijg je dat ook altijd terug? Nee, ja, je kan. Als je 10.000 doet, krijg je 30k. Als je. Wacht ervoor, eerst even cadeautje. Even wachten nog. Zo. Zeg maar, je kan 1000 doen. Dan krijg je volgens mij 10.000 uit de boom. Of krijg je dan ook 3000 uit de boom? En ik weet dat als je 10.000 doet, dat je dan. 3 keer 10.000 eruit krijgt, dus 30.000. Als je er meer doet dan 10.000, dan is het een risico, zeg maar. Dus ik stop normaal gesproken altijd 30.000 in de grond. Want of je krijgt 30.000, of je krijgt 3 keer 30.000. Maar dan draai ik dus geen verlies. Nu is de kans dat ik met deze geldboom of 3 keer 32.000 eruit ga slaan over 4 dagen. Of gewoon 30.000. 3 keer 10.000. Ik doe het trouwens niet altijd. Want ik heb er niet altijd zin in. Even kijken hoor. Dit was een 1000 boompje.
Maar ik had het een keer geprobeerd. Want mensen hadden er inderdaad gezegd van ja, 1000 is, of 10.000 is de max wat je kan doen. Omdat je dus 30.000 terugverdient. En toen heb ik gewoon een keer 30.000 geprobeerd als experiment. En ik denk ja, anders krijg ik het gewoon over 4 dagen hetzelfde bedrag weer terug. Hebben we in ieder geval iets uitgeprobeerd. En toen kreeg ik dus 90.000. Maar ik vind dit wel leuk symbolisch. 32. En anders loop ik maar 2000 mis. Is niet heel erg. 1 keer duiken, 1 keer iets opduiken en je hebt het weer. Oké, jongens. Geldboompjes gedaan. Moet ik trouwens ook even doen. Zo. Op mijn app, ja. Vink, ja. Oh, dat is wel een goeie. Ik begraaf altijd 10.000, dus krijg altijd 30.000. Maar inderdaad, zodra je geen verlies, ga ik ook eens proberen. Ja, ik ben heel benieuwd of het jou dan lukt. Oh, die moet toch eraan. Pak jou wel. Eerst even gewoon scheppen, kijken wat dit voor eentje is. Draai maar om. 1. 2. Beetje goed staan. Nee, je moet de andere kant op. Maar ik heb ze wel allemaal. Oké. Eentje eten. Zo. Ben ik wel heel benieuwd. Want ik heb nog tot nu toe nog nooit een steen verplaatst. Dus waar gaat die dan terechtkomen? Zo. Ik heb trouwens wel mijn zakken vol. Oh, ik kan even die kimono kopen. Dan heb ik in ieder geval weer twee plekjes vrij. Vanwege het geld. Hoi Miss Divi, welkom. Bianca is zo noem met stenen slaan. Ja, Jill was gisteren live en die zegt al, kijk, dan moet je 3 gaatjes maken. Als je Jill bent bijvoorbeeld. die wil ik. Miss Divi kreeg net pas de melding dat ik live ben. Ik ben gewoon al 53 minuten live. Foei, Twitch. Nou, we hebben mijn verjaardag net gevierd in Animal Crossing. Ik heb een taartje gegeten. En van de giveaway op YouTube weet je al vanaf. En ik word nog een keer versierd. Gaan we even naar het muziekje lopen. Zo. Oh, nog meer. De bloemenkrans gaat weer af. Nou, Evelien, daar ging mijn versiering. Oh, jongens. En het wordt de kralenketting. We gaan van Hawaii naar chic. Zo, die heb ik van Robert. En dan Bianca. Genoeg kans om hem weer terug te krijgen, ja. Hey! Daar is die hoor. Hij is weer terug. Nou. Oh, nog meer. We gaan nog meer draaien. Dit is nog vrij beschaafd. De Nederlandse bril. Ik kom er niet meer onderuit. Had ik deze niet met mijn verjaardagstream ook al op? Dat vond Robert ook blijkbaar, ja. Zo. Oké. Nou, dan gaan we hoor, jongens. Laat ik eerst even aan de bomen schudden. Want misschien zit hier wat in en dan gooi ik die boom omver en dan is het weg. Nee. Oeh, kijk. Zie je? Geld. En een tak. Ik twijfel of deze boom weg moet. Oh. Je bent toch jarig vandaag? Gefeliciteerd. Bedankt. Ik moet eerst even cadeautjes. Ze hebben me maar 6 cupcakes gegeven terwijl ik 8 villagers heb. Als ik hoor dat iemand jarig is, krijg ik zoveel zin om heerlijke verjaardagstaart te eten. Nee, ik wil niet met je praten. Ja, alles is goed. Die kunstschaatsjurk zie je eruit alsof je op het punt staat om iets interessants te doen. Zou je even ergens anders willen ondernemen? Zo, ja, dankjewel. Het loopt ze meteen weer terug naar die boom. Oké. Okay. Nee, je moet er niet op gaan zitten.
Die moet eraf. Zo. Oh, kijk, goed zo, Queenie. Ook niet op die andere dan gaan zitten die ik net gemaakt heb. Kijk, ik snap dat echt niet. Waarom krijg ik er maar 6? Misschien heb ik nog in mijn... Nee, ik denk het niet trouwens. Ik wou zeggen, misschien heb ik nog in mijn opslag. Want ik had wat spullen van mijn vorige eiland meegenomen. En ik had toen cupcakes van iemand anders eiland. Maar ik denk niet dat ik die heb meegenomen. Omdat ik toen dacht, ja... Krijg ik bij mijn verjaardag wel weer. Zo. Oké. Daar gaan we. Met deze app. Ja, het is allemaal goed. Door, 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 door. Ik wil bouwen. Oké, Bianca, weet jij nog? Dus had hij er een vloer onder gedaan? Ja, toch? Kijken. Krijg er puntjes voor. Daar. 500. Nou, mag wel wat meer hoor. Ik vind het wel leuk al die stickers dan met mijn verjaardag erop. En ik zit nog een beetje te twijfelen wat ik om het stadhuis heen wil. Ik had een plaatje gezien met ook verhogingen en zo. Maar ik heb nu toch nog niet genoeg punten voor dat. De trap. Valt hij er mooi over? Ja, kijk, top. Dan doe ik het zo. Want dan komt dat pad natuurlijk wel op mijn kaart. Als ik alleen die custom pad neerleg, dan komt hij niet op mijn kaart. En met die klinkervloer eronder natuurlijk wel. Zo, vet leuk dit. Ik weet alleen niet hoe diep ik hem wil maken. Even kijken hoor. 1, 2, 3, 4, 5. Zullen we hier maar mee beginnen? Ik zie niks door die boom. Nee, oké, doen we eerst wel dit. Ja, die boom moet er toch aan. Want ik wil voor het plein wil ik water hebben. Wat ik ook nog niet kan uitgraven. Zo. Nou, het plein mag nog wel wat groter. Sta ik dan, hè? Mooie paarse kunstschaatsjurk. Met schattige schoentjes. En dan een bouwhelm. En dan zo'n plein te doen. Hard aan het werk op mijn verjaardag, jongens. Nee, nee, nee. Is voor mijn eigen veiligheid. Ja, maar het zou toch logischer zijn als ik een of andere jumpsuit nu aan zou hebben. Dat mijn mooie jurk schoon blijft. Nee. Oké, dit heb ik dus niet gemist. Ik wil even die boom eraan. Je moet een andere boom zoeken, Ellie. Kijk, ze stopt ook meteen met de boek. Kijk, er. Ze zit aan zo'n soort kijken. Oh, daar was net een boom. Nu niet meer. Er zijn er nog genoeg, Ellie. Er zijn er nog genoeg. Nee, niet die knop. Nee, ook niet die knop. Verdorie, wat was het ook alweer? Die knop. Ja, als je haar mond niet ziet, dan lijken die oogjes echt alsof ze droevig is. Ik zag net wel even een glimlach, gelukkig.
Zo. Ja, ik weet niet hoe groot ik het plein wil hebben. Dit zou op zich... Oeh. Gaat er opeens aan de rondrennen. Misschien moet je haar een eigen leesboom geven naar haar huisje. Ja, maar haar huisje is op dit moment gewoon random even... Woon hier maar. Omdat ik pas... Dit is mijn eerste keer terraform op Moats. Als ze eenmaal een echt officieel plekje krijgt... Dan wil ik ook haar omgeving, zeg maar, mooi maken. Maar nu is het gewoon een zooi huisjes bij elkaar. Ik denk dat dit wel een mooi formaat pleintje is, toch? Ik zie trouwens dat deze boom... En dit is een fruitboom, hè? Ja, hoef ik niet te schudden. Daar zit voor de rest niks in. Deze boom moet er ook aan, want hier heb ik straks een brug nodig. En deze boom moet er aan, want hier komt straks water. Ik vind dit ook wel apart. Dat Isabella zat van de week nog... Dat ze meer fruitbomen wilde hebben en zo. Nou, ik kan wel fruitbomen plaatsen. En nu heb ik er echt al een stuk of 6 omgehakt. Hoi Rob Games, welkom. Zo. Kijk eens aan. Nee, die knop. En dan doen we de linkerbooghoek. Oké, nou moet ik goed staan. Heel goed. Dan doen we de recht linker onderhoek. Zo. Dan doen we de rechter onderhoek. Kijk. En die. Je hoort gewoon... Oh. Kijk, een slider komt er gewoon dwars doorheen. Zo. Ik twijfel alleen over dat randje, want ik kan hem natuurlijk ook zonder randje doen. Kijk, wat heeft hij op dat plaatje? Ik zie het niet zo goed. Ik kan hem natuurlijk zo doen, zoals ik hem nu heb. Ik kan hem ook, omdat er toch een trap zit, zogenaamd, zo doen. Ik weet het niet. Ik doe eerst wel even met het randje. Hier was hij. Zo. Oh, Miss Divi zegt al meteen, ik zou hem zonder randje doen. Ja? Dus dat het dan zo wordt. Ja, is wel mooier, hè? We doen het zonder randje, oké. Loopt hij inderdaad mooier over met de trap. Anders zijn er mensen zoals ik die natuurlijk dan weer struikelen over het randje. Nee, die erboven dan ook, want het randje gaat weg. Zo. Nou, dan wordt het opvullen met de middelste. Ja, moet ik even kijken of ik überhaupt deze dan nog ergens anders voor gebruik. Anders kan ik natuurlijk... Die bovenhoeken en dat bovenste randje weer verwijderen. Dan heb ik weer 3 plekjes vrij voor andere paden. Ik hoor een cadeautje. Ja, en ik zie een cadeautje. Dat is de verkeerde knop.
een geel cadeautje. En wat zit erin? Een schoolstoel. Daar had ik er al twee van. Dat is wel jammer. Dan denk ik, dan wil je wat nieuws. Kijk dan hoe leuk dit wordt. Misschien heeft hij een andere kleur. Ja, zou kunnen. Maar die andere twee waren allebei bruin met een gele zitting. Ik weet niet eens of die ook in andere kleuren komt. Op een vorige eiland had ik volgens mij ook een bruine met een gele zitting. Zo leuk dit. Bijna klaar, jongens. Nee, verdorie. Yes. Pleintjes klaar. Dan wil ik wel, omdat ik dus een kerseneiland heb en op dat voorbeeldplaatje had, je zit hier natuurlijk met die trap en met die bocht. Dus je kan het plein niet helemaal tot aan de rand doortrekken, want dan zit je met die rare bocht. En om dat mooi weg te werken, planten we daar een boom. En dan vind ik het dus wel leuk, omdat ik dus een kerseneiland heb, om dan die kersenbomen daar neer te zetten. Zo. Aantal bomen gesloopt, maar ook weer twee boompjes erbij. En hoppatee, Nookmaals ervoor verdiend. Dat is altijd mooi meegenomen. Oké, ik had wat leuks gekregen. Die mag even open. Een verjaardagstafel. Oh. Ga jij weer de bloemetjes water geven, Ed? Ja, en dan wil ik dus hier een gracht laten lopen naar deze rivier. Dus dan misschien dat ik dit stuk dan later afsluit. En dan wil ik of hier in het midden, of hier aan de zijkant een brug. Als het mooi in het midden kan, want het is dan weer het syndroom van symmetrie. Als die brug zo perfect in het midden kan, dan wil ik hem in het midden. Maar als dat niet kan, dan doe ik hem aan de zijkant. Ja. Leuk dit. Oké, we gaan even wat dingetjes halen. Wie zit daar? Oh, Queenie. Ik denk, ik zie opeens wat roze eruit steken. Ik denk, wat is dat? Zo. Oké. Even een soortje in mijn opslag, want dat kan wel. Nee, niet als favoriet. In de opslag. Hout mag ook. Nou ja, misschien heb ik dat zo nog nodig, maar ik doe het nu wel even eerst in de opslag. Want ik heb natuurlijk niet genoeg cupcakes en dat vind ik wel vervelend. Dus ik denk dat ik dan gewoon voor mijn villagers zelf cadeautjes ga maken met DIY. Zo, ja, die doen we wel even in opslag, maar daar wil ik wel binnenkort gebruik van maken natuurlijk. Mama zelf gebakken taart, kunnen we hier ergens kwijt? Nee. Verjaardagscupcakes, ik doe ze wel even in de opslag. Want ik heb er niet meer, hè. Waar staan ze? Waar staan de cupcakes? Niet hier?
Oh, oké. Okay. Oh, dit is een huiswerkstoel. Oh, oké, okay, dan. Oh, dit is de schoolstoel. Oké. Okay. Ik had het verkeerd onthouden. Die wil ik pakken en die wil ik pakken. Wat is nog meer leuk? Ik zie alleen mijn cupcakes niet meer. Oh, hier staan ze. Oké, okay, ja, 6. Ik vind het echt niet leuk. Een cadeautje voor mijn villagers. Wat is leuk om te geven? Een klok om ze te herinneren aan 30 september. Ja, die kunnen ze natuurlijk wel aan de muur hangen. Dus dat is op zich heeft wel iets. ik heb daar meerdere varianten van. Kersenparaplu. Omdat ik een kerseneiland heb. Of een kersenlampje. Maar dat is niet zo leuk voor die ene die in het kersenhuisje woont. Een kokosnootcocktail. Drink kokosnoot. Maar daar heb ik er... Hoeveel kokosnoot heb ik? Ik heb wel genoeg kokosnoten. Ja, een krans is ook leuk. Even kijken hoor. Ik vind op zich de kokosnoot wel een leuk idee. Dan geef ik ze iets te drinken. Bamboe dingen kan ik nog niet maken. Ik heb wel de schelpenkrans. Maar ik heb niet al die schelpen in mijn opslag zitten. Iets van herfst. Nee. Ik kan ook een chrysantenkrans doen inderdaad. Cosmea kan denk ik niet. Roos ook niet. Dus ik zou een chrysantenkrans kunnen doen. Die ze aan hun deur kunnen doen. Nou, die moet je zelf ophangen. Want ik heb volgens mij een keer een villertje op een vorige eiland zo'n ding gegeven. En dan doen ze er niks mee. Volgens mij moet je ze zelf aan de deur ophangen. Dus ik denk dat het leuker dan is om ze zo'n drinkkokosnoot te geven. Dan geven ze gewoon wat te drinken. Ik heb cupcakes van ze gehad. Dus dan krijgen ze van mij een drankje. Doen we dat. Bij jou hangen ze een bel aan de deur. Oh. Heb ik stomme, altijd toen een luie villager of zo. Nou, kan natuurlijk altijd die bloemenkrans dan nog voor een ander moment gebruiken. Even meer kokosnoot hebben. Daar staat ze bij de bloemen. Zo, hoppatee. Nou heb ik er genoeg. Laten we die andere er ook maar even meteen bij pakken. Zo. Ik moet hier echt wennen. Opeens staan hier veel meer bomen omdat ik die moest planten. Oh ja. Hier plaatsen. En hier plaatsen. Dus voor nu even een tijdelijk plekje. Kijk, deze is leeg. Die kan dan weg. Dan nemen we die mee. En dan kan die weg. En dan nemen we die mee. Hoeveel heb ik er nou? 2, hè? Oh ja, kijk. Wacht, laten we eerst even kijken wat deze is. Want misschien heb ik die al. Dat is een matroeska. Volgens mij heb ik die nog niet. Die kan ik wel leren. En dan ga ik hem er meteen in mijn telefoon zetten. Woehoe! Een matroeska. Zo. Kijk, want dan kan ik... Die meenemen en die weg. En die meenemen. Zo. Uiteindelijk wil ik wel van die pleintjes maken waar dan weer van die kraampjes komen. Wat ik op mijn vorige eiland ook had. Maar voor nu is het eventjes zo.
Want ik wil dit plein. Ik vind dit plein dus. Kijk, Tony had het gemaakt. Ik denk, oh, wat een vet leuk plein. Een dag later had hij het alweer gesloopt. Maar ik vind dit plein dus echt een tof idee. Kijk, nu ben ik dan jarig. Dus dan staat deze verjaardagstafel er. En dan, weet ik veel, met kerst kan je hier dan leuke kerstboompjes neerzetten. En elke keer dat ik hier soort van, ja, eigenlijk wat ik hier zou willen plaatsen om het plein een beetje leuk aan te kleden, kan ik nu op dit voorste gedeelte doen. Omdat op het echte Plazaplein mag je natuurlijk niks neerzetten. Dat vind ik echt heel irritant en stom. Maar dan kan het mooi op dit plein. Er is nog één dingetje wat ik moet doen, zag ik trouwens. Want ik heb het plein dus niet helemaal goed gedaan. Het is namelijk bij de boom. Je hebt zeg maar die boom daar. Hoor ik nou weer een cadeautje? Hoi Kaat, welkom. Ik hoor gewoon weer een cadeautje. Dankjewel. Het plein moet eentje breder. Misschien dat ik het later toch weer terug aanpas. Want ik weet nog niet. Nee, niet daar. Omdat ik nog niet weet wat ik aan de zijkanten van het plein wil hebben. En dat ik denk, nee, het is wel tof om dat in te korten. Maar voor nu volg ik gewoon even het plaatje wat ik in Tony's server heb gezien. Dus dan gaat. Er staat natuurlijk een ding in de weg. Doen we eerst de andere kant. Drie dagen na jouw jarig. Ja, september is een mooie maand, toch? Gefeliciteerd met je verjaardag. Nu ben je echt klaar, ja? Dankjewel. Ja, al die Discords. Het is veel, hè? Zo. Weer een cadeautje. Hoppatee, wat krijg ik? Nee, wat krijg ik? Een kleihomp. Nou. Dan hebben we die nodig. Ik twijfel of ik daar dan wel de hoek moet doen. Heb je ook een switch? Wat goed, Kaat. Kijk. Kan je ook straks switchvrienden beloning kopen? Kunnen switchbuddies worden? En lekker met Animal Crossing. Heb je dan ook Switch Online? Dat je gewoon lekker bij iedereen langs kan komen op de eilanden en zo? Ik denk dat ik hem daar toch het hoekje geef. Zo. En dat ik dan die... Nee. Die... Oh, ik kan hem niet verwijderen. Dat moet zeker in dat ding. Dat ik die gewoon op die plek neerzet. Dan heb ik gewoon een mooie negenhoekje. Gefeliciteerd met je verjaardag, dankjewel. Volgens mij niet, daar moet je betalen voor. Ja, het is €20 voor een heel jaar. Maar ze doen soms ook, hoe heet het? Van die proefperiodes. Voor mensen die het nog nooit hebben gehad. En ik dacht dat het was een paar euro voor 1 maand. En iets meer voor 3 maanden of zo. Maar het was 20 voor een jaar. Ja, ik heb het vorig jaar toen gekregen met mijn verjaardagstream. Toen kreeg ik een code van ze. Ik heb hem nog steeds liggen zelfs. Kijk, ik heb ook, voor de mensen die het misschien al was opgevallen, het shirt aan wat ik vorig jaar had gekregen voor mijn verjaardag. En ik heb dus nog steeds het envelopje wat ik vorig jaar had gekregen. En daar zat dus... Oeh, laat het helemaal vallen. Daar zat dus een cadeautje in voor Switch Online. Terwijl ik nog geen Switch had. Maar ze wisten dat ik er voor aan het sparen was. Dus toen ik een Switch had, kon ik meteen online spelen. Ik moet jullie even duwen. Weg. Weg. Omri kijkt iedere keer echt heel beledigd als je beweegt. Ja, hij heeft iets van... Ja, verdorie, ik zit nu eindelijk op die bank. Elke keer als je opstaat, dan moet ik je in de gaten houden of je weggaat of niet. Zo. Dan is het plein nog groter. Me likey likey. Hey Manu, echt gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, nu ben ik echt 32.
Zo. Ja, dit is tof. Oké. Okay. Dan kan je ook iets meer naar de zijkant. Wat een ruimte. Heerlijk. Wie? Stond net nog in de kleedkamer. Oh. Ah, Kaat alweer 34. Ja, het gaat hard, hè? Op een gegeven moment, als je voorbij de 25 bent, dan zie je die 30 aankomen. Echt zo woem. En voor je het weet is het alweer voorbij. Oh ja, we gingen cadeautjes maken. Ik wil trouwens even kijken. Want ik heb wel cadeaupapier in mijn opslag. Maar ik heb niet genoeg van paars. En Miss Diepie, kunnen we een rijtje maken? Ik ben 33. Zo. Cadeaupapier, welke kleur? Geen paars. Oeh, goud! Ja, we gaan voor goud. Ik was ook het stralende middelpunt, hè? Werd er gezegd. Kijk, ik heb paars cadeaupapier, maar ik heb er niet genoeg voor iedereen. Dus dan stop het in goud. Ja, doei. Nou heb ik ook hier weer ruimte. Want ik moest echt helemaal hier. Hier er zo tussendoor. Dan kan ik gewoon weer lekker makkelijk het strand oprennen. Wat wil ik doen? We willen iets maken. Kijk. Dat is één. Nog één. Dat is twee. Nog één. Ik ben jarig in de herfst, maar we geven ze gewoon lekker een zomersdrankje. Ik heb trouwens dat nog nooit gedronken, hè? Kokosnoot, sap of melk of hoe heet het? Kokosbah! Nou, gelukkig ben jij geen villager op mijn eiland. Ja, ik wil ze best cupcakes geven, maar het spel heeft me er maar 6 gegeven, terwijl ik 8 villagers heb. Dus toen dacht ik, nou, dan doen we wel een ander cadeautje. Ik lust geen kokos, maar kokosmelk kan er nog wel mee door. Ja, ik lust dus wel bounty en zo. Dat is de enige ervaring die ik met een kokos heb. Ik ben wel de tel kwijt. Even kijken, even stoppen. Hoeveel heb ik er nou? 1, 2, 3, 4, nee, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, perfect. Oké, inpakken. 3 kokosnoot. Nee, niet laten vallen. 1 kokosnoot. Nee, ik ga ze geen carnavalskraampje geven. Wat zouden ze daarmee doen? Zouden ze dat dan in hun huisje zetten en dan dagbed? Ik heb nu een kraampje. Nee, die taart, die wil ik houden. Ik heb het idee dat ik weer een cadeautje hoor, maar ik twijfel omdat ik dicht bij de zee sta. Kijk hoor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Even die kant op rennen. Nee. Even de andere kant op rennen. Nee. Nee, oké. Nou, villagers. Ik ben benieuwd wat ze ervan vinden. We gaan gewoon iedereen af. Jij bent niet thuis. Hier is waarschijnlijk nog steeds het feestje. Oh, het is al opgeruimd. Nou zeg. Wie wil er nou privacy? Hier voor jou.
Je wist precies wat je voor moest kopen. Ik heb het zelf gemaakt. Ik heb het zelf gemaakt. Hij zegt ook, ik moet wel eens wat plek maken. Ik zie daar gewoon... Ik zie overal plek. Een oliejas. Kijk, ik weet niet hoor. Hier is plek. Hier is plek. Aan tafel is plek. Oké, Daisy. Ik hoor dat iemand jarig is, krijg ik zoveel zin om heerlijke verjaardagstaart te eten. Hier is een cadeau. Ja, ze zeggen wie jarig is trakteert, hè? Ik trakteer nu letterlijk. Ze krijgen allemaal wat te drinken van me. Ze was al op zoek naar zoiets, nou. Ik krijg nou weer een oliejas. Nou, ik er twee. Oké, ik heb Kat en ik heb dus Daisy een cadeautje gegeven. Even in de app bijhouden. Ik zie er trouwens heel stom uit zo. We zijn klaar. Ik heb toch niet genoeg punten om mijn water te doen. Kijk, dit is veel leuker. ja, oliejas. Oh, zo'n ding. Oh, dit is wel leuk. Die is geel. En zwart. Kijk, ze geven me dan wel verschillende kleurtjes. Dus dat is prima. Maar we gaan even door in onze mooie jurk. Hi. Gefeliciteerd. Ja, zijn er nog cupcakes over? Ja. Maar ik heb er niet genoeg. Ik zou er wel minstens 9 willen. Eentje voor elke villager en eentje voor mij. Ik heb iets voor je. Een cadeautje. Eens zien wat we hier hebben. Ze zijn helemaal in shock. Ze denken allemaal dat jij een oliejas nodig hebt. Als dit er weer een wordt, hè? Kijk, hij ziet ook al perfecte... Oh, een vlammenshirt! Thanks, Ed. This girl is on fire. Hier woont Doc. Oh, hij is ook aan de Orion. Wat doe je dan? Nou, ik maak een kartonnen bed. Nou. Dat is nou niet de DIY waar ik het meest om sta te springen. Maar ja, geef maar. Ik vind die hele kartonnen serie helemaal niks. Maar ik heb nog wat voor je. Van harte met je verjaardag. Vandaag is je verjaardag, toch? Als er iemand verjaardag zegt, denk ik onmiddellijk aan... Ze zitten wel te zeuren om die taart, hè? Ja, dan hadden jullie mijn taart moeten... Ja, die moeder heeft een taart gegeven, maar ik weet niet of ik daar iets van kan eten. Je krijgt iets. Jij krijgt... Een drinkkokosnoot. Dit soort kleuren zijn gaaf. Als je er naar staart, krijg je een andere kleur. Oké. Okay. Oh, een schort. Oké, okay. Ik krijg een schort. Kijk, hij heeft ook dit. Dus een drinkkokosnoot past bij hem vet goed. Dat was Doc. Zo. Check. Die is niet thuis. Die is wel thuis. Hier woont Sky volgens mij. Willempie, dankjewel voor het volgen. Welkom, welkom. Zo, er zit er eentje verstopt achter de kast. Ah, Sky. Kai! Moeten we die wakker maken? Oh, ik ben geloof ik even ingedompeld. Hij is ook echt 1 meter van zijn bedje vandaan. Ik heb een cadeautje voor je. Zo. Ja, die doet even een ditje. Tuurlijk vind ik het goed dat je openmaakt. Ik weet het zeker. Een watte? Een argaaltrui? Dat zegt me helemaal niks. Oké, nou, wij gaan naar buiten. Veel plezier met je kokosnoot. En je dutje. Als je nou gewoon in je bed gaat liggen. Dat doen ze dan weer nooit, hè? Een argaaltrui. Oh, zo'n ding. Oké, en ik had een schort.
Als je zo kijkt, dan denk je, oh, leuk jurkje. Maar waarschijnlijk, ja, een achterkantje open. Ik wil mijn jurkje weer aan. Zo. Oké, we moeten nog Sheldon, Ellie en Queenie. Even meenemen. Waar zitten jullie? Oh, kijk, Sheldon is hier. Jouw meters aan het maken. Heb je nog nieuws? Weet je wat zo speciaal is aan mijn tijgerjasje? Iedere druppel zweet wordt opgenomen wanneer ik aan het joggen ben. Gadver. Kijk niet zo. Natuurlijk smijt ik dat ding naar iedere tiende workout direct in de wasmachine. Ik wil je een cadeau geven. Ja, ja, stop met dat gepraat over sport. We komen straks alweer terug. We gaan nu wel even Queenie zoeken. Of Ellie. Ellie. Queenie. Laten we naar het huisje gaan dan. Misschien zijn ze thuis. Die is niet thuis. Die is niet thuis. Ze zijn allemaal niet thuis. Oké. Dat wordt zoeken. Stel, ik heb zo'n hele leuke Nookphone. Het zou leuk zijn als ze dan die villagers ook een Nookphone zouden geven. Dat je dan kan bellen. Yo, waar sta je? Deel je locatie eens. Nou, moet ik er helemaal gaan zoeken. Oh, ze kunnen natuurlijk ook ergens binnen zijn. Dat is ook een beetje het ding. Zullen we even in de winkel kijken? Misschien is er eentje hier. Hey, RoGamer, welkom! Is er eentje hier? Nee, nee, niemand. Vriendelijk dank, bedankt. We hebben niks gedaan. Zou ook wel tof zijn als je dan door het raam zou kijken, aangezien er glazen in die deuren zitten. Ellie. Queenie. Oh, 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 oh. Ellie. We blijven elkaar maar tegenkomen. Ik heb iets voor je. Een cadeautje. Je was er al alleen, je had de emote ontgrendeld. Oh! Kijk, kan je hem lekker 24 uur gebruiken. Ik vind het echt een hele leuke emote, de kimpelgroet. Een poncho trui. Kijk, de herfst komt eraan. Dat is helemaal top. Ik las trouwens in Discord dat bij andere mensen dat vandaag de herfst is aangekondigd in hun spel. Ja, bij mij natuurlijk niet, vanwege mijn verjaardag. Die vind ik leuk. En ik heb ook een legging in mijn opslag. Dus die kan er dan mooi onder. Een leuke laarsjes. Zag ik nou goed dat hier achter ook iemand stond? Nee. Queenie. Is Queenie aan het shoppen? Ik heb geen zin om dat hele museum door te gaan zoeken voor Queenie. Nee, geen Queenie. Doei. Wat? Ik heb een subgeluidje. Moet ik die uitzetten? Hoezo moet ik die uitzetten? Lijkt me... Oh god. Subs. Ik zet het volume wel gewoon op nul. Dan doen we dat. Oh, maar ik heb zoveel variaties. Wacht, disable, 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 disable. Zo. Oké. Queenie, Queenie! Ja, daar is Queenie. Kijk, te lopen met een brilletje in haar tasje. Hebben we wat voor je. Vandaag is jouw dag. Maak er wat moois van. Even kijken, Nookmals verdien je toch door te vissen en zo. Bijvoorbeeld. Ik zal het zo even laten zien. Want ik zag dat ik mag duiken voor extra Nookmals. Dus dat wil ik zo wel even doen. Nou, dat visje is bij mij een drama hoor. Ik heb nog geen vis te pakken.
Wat smaakt er nu beter dan een traktatie die met liefde wordt gegeven? Ik weet het niet. Jullie zitten wel heel erg te hint op die cupcakes, hè? Hier, voor jou. Maar dit is ook een traktatie die met liefde is gemaakt. Hier. Lieve hemel, wat voor fraais komt er nu op mijn pad? Ik heb mij in een droom begeven. Dat is toch niet echt een drinkkokosnoot? Dat is het wel. Straks hebben al mijn villagers allemaal een drinkkokosnoot in hun huis. Een tweed gilet. Ik weet niet of dat mijn stijl is. Even kijken. We trekken het jurkje wel weer aan. Als die Sheldon nou even, kunnen we je er niet afduwen? Ik wil je een cadeautje geven. Hij wil niet. Oké. Ja, wat je dus met Noekmaals kan, je hebt zeg maar je dagelijkse taakjes. En ik kan dus zometeen, als ik ga duiken, dan kan ik 150 verdienen, maar keer 5. Hoi Uiltje, welkom. Gewoon straks weer doorgeven als cadeau. Oei, yo. Twee. God. 32. Jeetje, King Browser. Mijn god. 32 subjes. Oh, nou doen we gewoon één keertje. Doe ik het zelf. That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. Oh, even kijken. Jeetje, Mina. Er is een subje gegeven aan. Aan Paul, aan Kimberly, aan Joyce. Hey, I'm Irene, Blondie Sims, DJ Steen, Lars. Iets met allemaal letters. Jessie, Samantha, Rogamer, Naat, Frambozi, Koninklijke Nederlanders, Slikke Killerfan, Bartel Haroenia, Strawberry, Patty, Quinty Sims, IJsdonut, Ella Mozzarella, Ik Speel Games, Corine, Snoepje, Femke, Savannah, Rupje, Beertje, Renate, Jiska, Flying Dutch en Moontje. Daar doen we het voor. Jeetje, dankjewel. Ik vind het wel heel, heel bijzonder. 32. 32, jongens. 32. Oké, okay, dan doen we een ander liedje. In plaats van het subgeluidje doen we deze. Ik zeg alvast sorry voor je oren, Kim. Ik zing jou een gelukkige verjaardag. We hebben keiveel cadeautjes voor je bij. We brengen 1000 ballonnen. Ja, het feest is begonnen. En de ster van de avond, dat ben jij. Die heeft geen browser gemaakt. Gelukkige verjaardag, dankjewel. Zo, ja, allemaal, iedereen die subje heeft gehad, deel hartjes, deel allemaal hartjes. Deel leuke feestelijke emotes als je die hebt van iemand. Gooi de chat vol. Al met hartjes en ik ga ook even kijken. Hier, ik heb zelfs een Kim cadeau sub-icoontje. Hoppatee, cadeautjes. Dankjewel Kim Browser voor al die gift subjes en het symbolische getal van 32. Heel lief. Oké, ik zal hier deze even hier in de hoek zetten. Zo. Oké. Er werd net gevraagd naar hoe je Noekmaals kan verdienen. Je hebt dus zeg maar je dagelijkse taken. Daar zit een soort van timer op. Dus je kan dan gewoon hier, kan ik 200 voor verdienen, hier 100. Op een gegeven moment als het wat langer blijven staan, dan kan je de verdubbelaar. En hier de vervijfvoudige, hoe heet dat? Vervijfvoudige dubbelaar of zo. En dan heb je hier natuurlijk dingen die je kan afvinken. En er zitten inderdaad ook doelen voor vissen bij. Dus hier vissen voor beginners. Hoeveel vissen je hebt gevangen. Dus ik heb al 341 vissen gevangen. Maar ook hoeveel verschillende soorten vissen je hebt gevangen. Ja, maar Kaat. Er gebeurt even wat in chat. Gaat lekker met praten. Dit is te gek. Dit is... Jeetje. Kijk, het loopt nog steeds, hè? Het loopt nog steeds. Er komt nog steeds een alert binnen. Ik snap wel dat je een seintje hebt gegeven. Met zet dat muziekje weer uit. Anders hoor je gewoon 32 keer... That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. Ja.
Dus hier heb je dus allemaal soorten kaarten. En dan, wat het voordeel is aan deze kaarten, als je iets haalt, krijg je daar meer Nookmans voor. Het nadeel is, je kan één ding maar één keer halen natuurlijk. Het voordeel hiervan is dat je blijft elke keer 5 taken hebben die je kan doen. Het nadeel is, je verdient er heel weinig mee. Maar deze is 150 keer 5. Laten we even gaan duiken. Misschien kunnen we dan nog een riviertje erbij krijgen. Ik hoor weer een cadeautje. Oké, zo. Daar. Oh, nee, niet. Nou. Ja, ik heb hem. Zo. Oké, klingels. Hoppatee. Duiken. Ik dacht al, wat wilde ik doen? Ik wilde duiken. Kijk, ik zie allemaal leuke hartjes in de chat. En een Charminder en een poes. Oh, kijk, we hebben al meteen hierheen. Oh, het is natuurlijk ook... Oh, ik heb helemaal niet opgelet in mijn app. Het is natuurlijk 30 september, dus er gaan een aantal dingen verdwijnen. Ik heb nog niet alle insecten. Ik moet nog 2 dingen opduiken. Even kijken. Ik moet nog een pareloester opduiken. Maar die kan je het hele jaar opduiken. En ik moet nog een Depressa inktvis opduiken. Die loopt nog tot november. Dus ik heb nog even. Ja, Kaat. Aangezien je dus een nieuwe speler bent. Ik heb dus zo'n app. Op mijn telefoon. Daar kan je dus... Jeetje, dik overbelicht. Zo. App op mijn telefoon. Dan kan je fillertjes inzetten. Dan kan je je klingelprijs inzetten. Dan kan je dus je dagelijkse taken afvinken en zo. Wie er op visite zijn op je eiland. Super handig. Oké. Okay. Zeedruiven. Hij heet hoe heet hij nou? De ACNH.guide. En het is dan... Daar. Dat icoontje met een boekje. Laat het niet goed zien, dik overbelicht. De subjes komen nog steeds binnen. Wat heb ik nu? Een gevlekte buisaal. Nou, nog één ding. En dan heb ik weer puntjes erbij. Zie mij ook duiken met die oortjes op. En mijn schoentjes aan. Ja, ik ben altijd te lui om dan alle accessoires en zo af te doen. Ik heb wel van die waterschoentjes. Maar dan denk ik, ja, moet ik helemaal omkleden voor... Ik ga zwemmen in Corny Lemon. Nee! Scheidnummer is dat. Oké, kijk. Hoppatee. Nu heb ik 2120. Ik had iets van 6000 nodig, toch? Voor, hoe heet het? Voor water kunnen graven. Dat gaan we niet meer redden. Ga ik wel een vloertje erbij kopen dan. Zo, pak je weer uit. Oeh. Net kon ik ze allemaal niet vinden. Nu lopen ze allemaal in de weg. Zo. Kijk, dat is Livro Gamer. Nog meer taakjes doen dan. Ja, alleen mijn zusje is op dit moment stapt ze in de auto om hierheen te komen. We gaan zo meteen lekker pizza bestellen. Ik denk, ik ben jarig. Ik heb geen zin om te koken. even kijken. Want dan wil ik dus, dan ga ik wel offline sparen voor die watervergunning en die klifvergunning. En dan kunnen we de volgende keer verder met het stadhuis eromheen versieren. Maar dan doe ik nu wel even een... Nou, dan gaan we gewoon van boven naar beneden. Het keienpad. Ja hoor, wissel maar in. Zo.
Ga ik gewoon tijdens het offline spelen kijken of ik meer van die dingetjes bij elkaar kan verzamelen. Isabella ook echt klappen. Ik ga gewoon al mijn klingels erop gooien. En dan ga ik wat ik in mijn zak heb verkopen. Zodat ik toch klingels op zak heb. 8 ton. Ja, ik had 1 miljoen. Maar ik heb natuurlijk dat kimono ding gekocht. Zo. Oh, ik vind het echt leuk. Eindelijk terraformen. Eindelijk dat het plein wat verder is aangekleed. Hey, Jun. Dankjewel voor het volgen. Welkom. Kijk dan hoe ruim dit opeens is. Echt top. En dan komt er hier mooi een gracht. En dan of hier een brug. Of hier een brug. Moet ik nog even kijken. Maar voor nu eventjes centjes verkopen. Gefeliciteerd met je 32e jaar. Doe lekker die verkleedpartijtje van gisteren dan maar nu. Ja, ik heb je de punten teruggegeven. Dus als het goed is kan je hem opnieuw kopen. Maar ik ga niet heel lang meer door. Dus ik weet niet of je het alsnog wil kopen dan. Ik wil iets verkopen. Nee, geen carnavalskraampje. De kleding ook niet. Wel die. En die en die. En dat was het alweer. Oké. Okay. Dankjewel, Jun. Rockgamer is er ook weer. 3100 klemels. Prima, prima. Zo. Kijk, er wordt meteen emotie in de chat gegooid. ik weet dat normaal gesproken doe ik altijd als er subjes zijn. Vlaggetjes schrijven. Maar 32 vlaggetjes schrijven, dat gaat nog even duren. Dus dat doe ik wel na de stream. Dan deel ik een foto in Discord. Dan krijgt iedereen sowieso een vlaggetje. En dan pak ik wel gewoon willekeurig een kleurtje. En het is 5 uur. Ja. Zou Sheldon al weg zijn van het plein? Nee, hij zit er nog steeds. Hij zit er nog steeds. Welke cadeaus heb je gehad? Ja, we gaan dit even afsluiten dan. Krijgt hij volgende keer wel een cadeautje. Zo. Hij is een grote fan van KK. Ja, hij blijft maar zitten. Wat ik heb gehad. Even kijken. Dat ligt daar. Dagmar die vroeg van. Ja, wat wil je voor verjaardag? En toen zei ik. Nou, doe maar iets wat ik leuk kan doen. Zeg maar. Weet je. Ik zit wel veel achter de computer en gamen. Maar soms ook lekker. Misschien iets aan tafel om te doen. Of iets op de bank om te doen. En toen kreeg ik dus een scheurkalender. Met allemaal van die puzzels erin. Maar ik werd dus geblinddoekt. Dus als jullie dat terug willen zien. De stream is als hoogtepunt ingesteld op mijn Twitch. Dus je kan hem altijd terugkijken. Kijk, het is de stream, mijn verjaardagstream van 2021. Maar dat was niet het enige, want voor degene die mij al een jaar volgen, weet natuurlijk dat ik vorig jaar op mijn verjaardag Heinz tomaat ketchup chips heb gekregen, wat mijn favoriet is. Toen kreeg ik 1 zak. Nu kreeg ik er 8. 8 keer Heinz tomaat ketchup chips en een cadeau van bol.com. Dus dan kan ik een keer kijken voor zelf voor iets leuks. Maar ik weet nog niet wat. Dan moet ik even kijken. Misschien een leuke game. Misschien iets voor mijn huis. Ik wil ook nog mijn telefoon weer vervangen. Mocht je dit niet op kunnen. Ja, mijn zusje komt vanavond. Dus geen idee. En mijn moeder komt morgen. Maar ja, dit is wat ik tot nu toe al heb gehad. Dus heel, heel leuk. En ook hoe ze het hadden gedaan. Ik moest zeg maar een blinddoek op. En dan moest ik eerst voelen. Oké. Ik wil jullie bedanken voor een hele toffe extra verjaardagstream. Ik heb natuurlijk afgelopen zondag al gevierd op Twitch met Dagmar erbij en Sharon erbij. Toen gingen cupcakes maken. Heb ik weer iets verprutst. Er is ook weer een glas kapot gegaan. En de afterparty was weer de boel opruimen. Dit is de eerste keer dat ik Animal Crossing kon spelen met mijn verjaardag. Dus ik dacht, ja, normaal werk ik maandag, dinsdag, donderdag. Maar soms hebben ze op mijn werk ook iemand nodig op vrijdag. Dus dan dacht ik, doe ik deze week maandag, dinsdag, vrijdag. Nou, maandag was ik vrij, want ik had natuurlijk logees. Dus vandaag lekker vrij 53. Dan zien we er compleet andere kant op. Dat duurt nog 21 jaar. Oh, 32. Ja, maar vandaag was de eerste keer dat ik mijn verjaardag kon vieren op Animal Crossing. Want vorig jaar had ik nog geen Animal Crossing met mijn verjaardag. Thanks voor de gezelligheid weer. De bitches die er nog bij kwamen. Thanks Bianca. Het was jouw laatste stream als mod. Geniet van je VIP-rol.
En jeetje King Browser, nogmaals thanks voor 32 gift subs. Ik hou van dat soort symbolische dingen. Net als wat ik deed met mijn geldboom om dan 32k te planten. Ik laat het weten in Discord wanneer ik weer live ga. En Yoon zegt, ik ben een groot fan van jou, maar keek enkel via YouTube omdat ik geen Twitch had. Nou, nu ben je er. Welkom. En tot snel allemaal. Doeg! We'll be right back.